We zijn nu op het VIP-deck, tenminste, dat is daar. En daar staan eigenlijk alle bekende Nederlanders. En als je goed kijkt, zie je hoe druk het op het Museumplein zelf is. Zo rustig is het nog hier. En hier wandelen dus de bekende Nederlanders, de prachtige promomeisjes van Radio 538 of gewoon 538 collega's. Dit is de directeur van Radio 538. Ja, dat ben ik inderdaad. Ja. Kijk, jij moet toch ontzettend trots zijn als je al deze mensen zo heel, ziet. Heel trots. Het is echt zo gaaf. Het mooiste wat er is als je hier aankomt en je ziet iedereen hier staan. Het is oranje, iedereen is positief, enthousiast. Het is een geweldige sfeer. Het is nu 10 jaar, een soort feestje. En dat zie je volgens mij ook wel terug in de programmering. Dat het een nog mooiere programmering is dan al die jaren daarvoor. Ja, maar ik vind het niet alleen de programmering. Als je kijkt ook naar wat er in licht is gebeurd. Het hele feest is nog weer een stukje hoger dan het eigenlijk afgelopen jaar is geweest. En afgelopen jaar hebben we al gezegd, kan het nog mooier of nog beter? Het kan dus weer beter en weer mooier. Dus dat is een waanzinnig compliment voor iedereen die eraan gewerkt heeft. Want het ziet er echt top uit, echt heel gaaf. De zonnetje komt erbij, nou kan niet beter. Nog een voordeel van het zijn van VIP is dat je kan genieten van al deze lekkernijen. Bitterballen, patat en nou ja, er is voldoende. Dus als je eenmaal dit bandje hebt, dan ben je toch wel echt koning te rijk. Dit is toch een lekker wijf? Oh nee! Kijk, deze mensen die kunnen heel goed meezingen, let op. Nou, je ziet het, feeststemming genoeg, dus mocht je dit nog zien, kom dan in ieder geval even naar het Museumplein in Amsterdam. Want het is heel gezellig. Is het gezellig? Ja! Zie je wel?